Vertel eens over je jeugd. Oh, hier komt. Ik heb er een. Komt heel goed. Rustig inhalen. En nu? Teruggooien. Respect voor al wat leeft, Paul. Hij nam ze mee naar ons huis. En daar vermoordde hij ze. Het was Paul die ons al die jaren overeind hield. En daar was hij opeens. Je voelde je machteloos. Ja, machteloos. En dan gebeurt het. Toch? Waarom heb je het gedaan? Wat hij met mijn moeder heeft gedaan. Nu weet je het. Hoe het is. Hij viel mij aan. Wat moet ik dan doen? Je kon niet anders. Ik ook niet. Dat is omdat wij van het een op het andere moment een waas voor onze ogen krijgen. En dat neemt ons over. Mag ik u iets vragen? Is er iets waar u bang voor bent? Voor iets dat in je zit?